Hey, Gert Huygens is goed bezig voor ons. Wat dan? Die is heel wat dingetjes aan het uit. Gert Huygens in de ton met de hoep. we mogen trouwens niet nadoen over zijn vriend Tijvloed. Spring Tijvloed. Nee, Rijvloed. En hij heeft voor ons uitgezocht waar Bury ligt. Dat is in het noordwesten van Engeland, jongens. Okay. In de Greater Manchester. Dus misschien wel in die best wel in de buurt van City natuurlijk. Of Manchester natuurlijk. Sterker nog, het is volgens mij een voorstad van Manchester. Zo lijkt het. Pittoreske plek, Greater in dit graafschap, Greater Manchester. Bury is dus een voorstadje van Manchester. Weten we daar ook weer? Hey. Ja. Daar zijn we pas geleden en nog. Tak, bedankt, Tegert. Dank je wel. Oh ja, vraag trouwens ook of er kaarten zijn om deze uitzending bij te wonen, zeg maar, op de tribune. Daar gaan we regelen hier. Ja, daar gaan we een keer regelen. We kunnen een keer radio komen kijken. Ja, radio komen kijken. De koffie staat klaar, ook de bieren zijn wel in de kop. Ja, dat staat wel wat regelmatig. Mensen voor de ramen. Dus, radio kijken met de avond wel de tv luisteren. Ja, maak weer een brievenbus. kom ons doneren, dan kunnen we 5 jaar in de lucht. Hey, we hebben dit heb je nog. Oh ja! Nachtpraat, Grabbelton nieuws. Ja. Hele volle ton. Ja, je zou het even doorheen knallen, Leon. Je zou het niet zeggen, maar de jeugd is alweer bezig. De onder 11 en onder 12 die hadden vorige week een toernooitje, zoals eigenlijk alle teams. Die zijn deze week vrij, dit weekend. De onder 13, die heeft een derby. Op Sportpark Hekswiel zie je om 10:30. De onder 13 spelen tegen de onder 13 van Willem II. Wie? Ja, Willem II. II? Ja, ja. En de onder 14 gaan naar Sportpark Genemuiden. Ja, dus, daar hebben ze een toernooitje met Utrecht, Genemuiden, Bochum, de Heerenveen, Sparta, Rotterdam. Ja, Rotterdam. Ja, dus, daar kun je ook naartoe als je op lekker naar Zeeland bent. Dat is niet Genemuiden, is in bij Zwolle. Oh nee, wacht, ik zit maar Arnhemuiden. Ja, dat dacht ik ook wel, maar ja, ook van Genemuiden is een bekend nummer. Van Genemuiden. Ik dacht, als het strand van Zeeland vol ligt, dan kan je daar afslag aan de Muiden. Nee. Veluwe meer is ook gezellig. Nou, dat is ook leuk. Ja, en de onder 15. Van Naakstrand loopt daar. Hey, wacht, de onder 15 heeft ook een derby op Hekswiel. Om 1:00 spelen zij tegen Willem II. Wie? Willem II. En de onder 17 gaat naar Sportpark Noord in Rotterdam. Hallo. Waar zij om 14:30, half drie, mooie tijden, tegen Sparta Rotterdam. Spelertje. Hallo. Wat zwart is, moet zwart blijven. Speelt de tram al aan. Stikker gezellig. Het zijn allemaal oefenwedstrijden, jongens. Dus het is allemaal niet voor het echie, maar... Het lijkt wel een andere kanaal, want de onder 19 speelt thuis. Oh ja, moet ook al tegen Sparta. Maar deze de onder 19 speelt thuis tegen Sparta op Sportpark Hekswiel. En om 3:00 kun je kijken naar die wedstrijd. Oké, okay, Jong NAC is vrij. Ja, Jong NAC is vrij. We hebben gewoon weer vakantie. Dus hierna gaan ze nog 4 dagen trainen of zo, de meeste teams. En daarna zijn ze 3 weken vakantie waarschijnlijk. Dat is ook wel logisch, want het zijn allemaal jonge gasten. Dus die willen ook even wat andere dingen doen. Precies. Okay, de volgende in het grabbeltonnetje. NAC-praat, Grabbelton nieuws. Wat mensen nog steeds Manchester City blikje van vorig jaar. Thierry Ambrose. Ja, die zijn naar Girondin de Bordeaux gaan. Thierry Ambrose heet hij dan eens? Ambrose. Oh nee, ik deed even een fles wijn. Girondin. Dat is geen fles wijn, Leon. Dat is een bierblikje. Weet je er ook veel van trouwens, wijn? Die had... Jouw vriendin. Ja. Ook zo'n wijnkenner. Oh, die weet volgens mij van alles van de horeca. Waar alcohol in zit. Hè, alles waar alcohol in zit. Daarom heeft ze mij genomen. Ja. Ja. Ja, wat ik nou net niet zeggen. Nee, oké. Okay. Maar dat leek heel erg dat hij op naar Bordeaux zou gaan. Maar daar is van de baan. Want ze konden geen garanties afgeven. Want ze willen eerst hun speler verkopen. Die is nog niet van de hand gedaan. Dus hij staat weer in de wachtkamer. Is en nou weer eigenlijk bij de City? Lijkt het wel bijna definitief over. Want ze zijn weer heel andere plannen voor hem aan het smeden bij Manchester City. Okay. Zou wel eens Championship of League 1 gaan worden of zo. Dus, Oké, dan hebben we de Garcia. Die gaat naar Toulouse. Ja, Toulouse. Waarschijnlijk. Dat wordt hij uitgeleend? Uitgeleend. Weer een jaartje. Okay. Ja, dus ik ben benieuwd. Maar wat ik wel een vond is dat Toulouse waarschijnlijk ook deel gaat uitmaken van de City Group. Ik weet niet in welke vorm, maar dat is weer een nieuwe. Was ik voorbij komen. Dus weer naast Girona. Ook weer een andere concurrent in een hoogstaande competitie. Dus niet zo leuk vandaag, denk ik. Pablo Mari, die gaat naar Deportivo La Coruña, die hoort toch niet bij de Citygroep?
Nee, inderdaad. Hele mooie, mooie club, toch? Ja, 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 dat is wel een mooie club, ja. Zeker. En die gaan proberen te promoveren. Vanuit het zijn ze gedegradeerd naar het tweede niveau van Spanje. En ja, dan proberen ze in één keer weer terug te gaan. Dus Pablo Marie, die mag daar... Maar die wordt verkocht dus ook naar die club waarschijnlijk dan. Als het goed dan. Is... Weet je wel? Huur en optie tot kopen. Okay. Ja. Ja, ja, precies. Dat is een... ik weet helemaal niet waar, jongens. We gaan even heel wat anders doen in de volgende. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Want hebben spelersnamen, die komen weer op het shirt. Ik kan me herinneren dat Penners een spelersnaam op zijn shirt had. Ja. En Zwaanswijk. Maar ja, nu moet je het sponsoren volgens mij, hè? Zo willen ze het oplossen om de naam op de shirt te zetten. Ja, hoe zit dat dan? Ja, inderdaad. Ja. Ik heb het proberen te doorgronden hoe dit nou precies zit. Het is natuurlijk allemaal... Belnak. Ik vind het lastig, ja, precies. Ja, een beetje doorgecommercialiseerd. Ik vind het een beetje raar eigenlijk. Waarom zet je niet gewoon erop? Je betaalt een P-klinker. Ja, want het is... Ja, kijk. Daarom komt CC Bakambo weer. Ja, maar die heeft 18 klinkers, hè? Daar heb ik trouwens een keer de Bizet Ratsen-quiz mee verloren. Omdat ze dacht dat die 3 namen had in plek van 4. Het zit nog steeds heel diep. Maar oké. Okay. Ja, en hebben we nog 3 minuten, Leon? Nog 3? Oh, dan ga ik nog even verder over die... Nee. Maar we hebben een paar jaar geleden hebben die naam, die plek hebben jullie collectief hebben die weggegeven om een plek te maken voor een sponsornaam. Dat vonden we allemaal heel erg nodig, want daar leverden ze gewoon ook weer 100.000 euro op. Daar stonden we toen allemaal achter. Maar het gaat commercieel wel beter. Dus misschien wat interessantere, creatieve manieren om die shirt... Je kunt naar Christel Kuipers spelen, altijd leuk. Hallo Christel. Ja, staat op nak.nl. Kuipers en nak.nl. Kuipers. En Kuipers met lange eindpuntjes. Ja. Dan weet je dat ook allemaal. Ja. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Zullen we even wat grabbeltjes uitdoor fietsen? We hebben heel veel grabbels. Dus ja, Saïd en Sabir gaan op trainingskamp met Marokko onder 17. Joepie. Gefeliciteerd, Asim Saïd en Sabir Agugil. Ja, en de ex-NAK, Perica. Ja, wijst Italiaanse opties af en gaat mogelijk naar Duitsland, jongens. Jawohl. Ja, jij me één stap vooruit. Ja, inderdaad. Bij hem zijn er hele grote stappen altijd. Dus, Hannover 96. Ja, precies. Is een option, hè? Nou, we hebben een record. We gaan zo meteen weer een biertje optrekken, Juri. Alweer één? Ja, we hebben een record. Weer tijd. Ja, weer tijd. We hebben een record. We hebben nou een maximaal aantal, een enorm aantal seizoenkaarten verkocht. Het staat momenteel op 15.400 seizoenkaarten. Vorige seizoen record stond op 15.300 in 2011, geloof ik. Ja, 10-11. Ja, inderdaad. Ja. Dus hartstikke goed. Zijn er wel een paar over op een paar 80 plekjes. Zijn er volgens mij nog. Precies, op een paar losse plekjes plek, op de eretribune. Ja, dat zijn duur. Dus stoppen ze met 15.500, stoppen ze ermee en dan willen ze de rest vrijhouden. Ja, inderdaad. Dat snap ik. En dat iets vrijhouden en dan niet zoveel. Veel mensen meenemen. Je moet er snel bij zijn als je kaarten wil hebben. Hartstikke goed. We hebben nog 2 minuten. Ja, we gaan even...